Inforstra, die vraagt, ik maak video's waarbij ik hulp geef op het gebied van software. Ik heb het video gemaakt, maar hoe zorg ik ervoor dat die video een hit wordt? Nou, die vraag snap ik natuurlijk, alleen het antwoord daarop is iets lastiger dan de vraag zelf. Jij zegt, ik heb een video gemaakt en hoe zorg ik ervoor dat die video een hit wordt? Nou, de realiteit is dat als jij video's wil gaan maken om mensen te helpen met bijvoorbeeld software, wat een hele mooie markt kan zijn en wat op zich vrij simpel is om te doen, omdat je gewoon Camtasia aanslingert en je geeft tips en dan heb je een goede video. De realiteit is dat niet elke video natuurlijk een hit wordt. En van één video, ja, ook zou het een hit worden, kun je niet een business mee opzetten, dan kun je de oorlog niet mee winnen. Wat ik je aanraad om te doen, is alle kennis die je hebt van inderdaad alle verschillende soorten software. En als je bijvoorbeeld één software echt oont, echt beheerst, om van alle verschillende features specifieke korte video's te maken. Want je zult zien, als jij 30 video's maakt, dat daar misschien 3 of 4 video's echt van aanslaan. Want dat is waar mensen heel veel naar zoeken en waar bijvoorbeeld nog niet veel video's van zijn. In plaats van dat je hoopt dat één video succesvol gaat worden. Want ja, je moet nooit gewoon weer op één paard natuurlijk. En hoe meer video's je creëert, des te grotere kans dat het wordt opgepakt en dat je daar succesvol mee gaat worden. Dus dat is mijn tip eigenlijk. Zorg ervoor dat je meerdere video's maakt. Het is een klein beetje hetzelfde dat heel veel mensen zeggen van ja, ik wil wel bloggen, maar ik heb te weinig bezoekers. Dus ik ga wel meer bloggen als ik meer bezoekers heb. Dat is natuurlijk een klein beetje een onzin gedachte. Want je gaat meer bezoekers krijgen en je wordt succesvoller als je meer blogt. En ook daarmee raad ik je aan om bijvoorbeeld elke blogpost te schrijven of elke video te maken. Als er 10.000 mensen naar kijken, ook al kijken er 3 mensen naar. Als je focust op van oké, heel veel mensen hebben hier behoefte aan, ik ga een coole video maken. En je weet van nou, kijk, 10.000 mensen naar, dus het moet wel goed zijn. Of ik heb 10.000 mensen die op mij wachten, dus ik moet morgen weer een nieuwe video maken. Ook zijn 3 mensen. Maar oké, met die mindset kom je veel verder dan dat je denkt van oké, ik heb maar weinig bezoekers. Of er gaan maar een paar mensen die mijn YouTube video's bekijken. Het schiet niet echt op. Dus ik wacht wel tot er meer bezoekers komen en dan ga ik mijn nieuwe video's maken. Nee, ik raad je aan, maak een breindump, maak een lijst van alle dingen die je weet. Alle dingen waar je video's over kunt maken in jouw software expertise. En maak al die video's. Ga all out. Doe meer dan je concurrenten. Doe meer dan iedereen. En op die manier zul je daar succesvol mee worden. Dus Inforstra, heel veel succes. Dank voor je vraag. En succes met je business.